Welkom bij dit fraaie orgel. U ziet, het heeft bijzonder fraaie kleuren met oranje luiken en groen. Het is een orgel uit 1760. We weten niet wie het gebouwd heeft. Waarschijnlijk Ludovicus de Bakker, maar dat weten we niet zeker. Het heeft gestaan in Oostkapelle en in Gapingen en in 2013 is het hier in het Orgelmuseum terechtgekomen. Ik ga zo een programma spelen, maar ik doe het niet alleen. Marleen van Os, sopraan, gaat straks zingen. En wij beginnen met een blokje oude muziek. Schütz, Zweling, Schütz. Heinrich Schütz was een van de drie grote componisten uit de 17e eeuw die heel veel betekenis hebben gehad voor de Duitse kerkmuziek. Dat waren Schütz, dat waren Samuel Scheidt en Schein. Schein, maar met name Schütz, hebben heel veel betekenis voor de koormuziek. Schütz heeft 3 jaar gestudeerd in Italië bij Giovanni Gabrieli en heeft daar leren kennen de stijl van het meer korenwerk. Dus de dubbelkorigheid, cori spezzati. Hij heeft dat meegenomen naar Duitsland en dat heeft tot prachtige stukken geleid. Uiteraard, vandaag gaan we daar niet naar luisteren. Marleen gaat straks zingen 2 geistliche concerten. Alleen al een prachtige titel. En dat zijn 2 stukken die gaan over geestelijke muziek. De eerste over Psalm 34, de eerste 5 versen. Ich will den Herrn loben alle Zeit. En de tweede, o süßer, o freundlicher, o gütiger, Herr Jesu Christ. En u hoort al een beetje aan de bijvoeglijke naamwoorden. Schütz gaat wat doen met tonen om die tekst zo mooi mogelijk te zetten. Tussen de 2 stukken van Schütz hoort u een stuk van Jan-Pieter Zoon Zweling. De prachtige variaties over Allein Gott in der Höhe sei er. Leraren beïnvloeden natuurlijk leerlingen, maar andersom ook. Zweling had veel leerlingen, die kwamen uit Duitsland en die namen hun liederen ook mee naar Zweling met de vraag of hij daar ook variaties over kon schrijven. Vandaar het bestaan van dit stuk. Samuel Scheidt was een van die leerlingen. Die heeft dus juist heel veel betekend voor de orgelmuziek, maar bijvoorbeeld ook Praetorius en Scheidemann. Dus er was heel veel bevruchting over en weer. Nog even 1 klein dingetje over het orgel. Het is gestemd in de zogenaamde Werkmeisterstemming. Andreas Werkmeister beschreef in 1691 zijn stemmingen, de manier waarop je de 12 tonen binnen het octaaf tot elkaar kunt laten verhouden. En bij dit orgel is gekozen voor de 3e variant, met als specialiteit dat de kwint F, C volkomen zuiver klinkt. En de terts F, A bijna zuiver. Dus bij elkaar ontstaat er een prachtig F groot akkoord. En dat komt mooi uit, want de eerste 2 stukken staan in F groot. Thank you.
Misschien heeft u hem nog horen spelen. Helmut Walga. Een groot organist uit de vorige eeuw. Hij was natuurlijk bekend vanwege zijn Bach-spel. Integrale Bach. Maar hij was ook een bijzondere docent. Ik heb nog mensen gesproken die les van hem hadden. En die vertelden dan bijvoorbeeld dat hij les ging geven over die Kunst der Fuge. Al die fuga's achter elkaar. Waarbij je vaak vierstemmig, sopraan, alt, tenor en bas moet spelen. En dat terwijl het eigenlijk niet voor orgel geschreven is. Dus zeer moeilijk. En hij vroeg dan aan de leerlingen, nou zing de sopraan en speel de alt, de tenor en de bas. Of speel de sopraan, de alt en de bas en zing de tenor. Een lastige klus. Zoals ik al zei, hij was heel bekend om zijn Bach-spel. En ook bekend is dat hij die prachtige opnames heeft gemaakt in Alkmaar. Alkmaar, de grote kerk met dat prachtige Schnitger-orgel. En er is een leuk verhaaltje over hoe dat gekomen is. Hij had het altijd erg druk, dus ook af en toe wel aan vakantie toe. En hij wilde graag naar de kop van Noord-Holland, want dat was het strand in de buurt. Alle Duitsers willen altijd graag naar Nederland, vanwege het strand. En hij wilde dat graag op een dag doen en het regende vreselijk hard. En toen zei iemand tegen hem, laten we even naar de kerk gaan. Want een hele mooie kerk, maar ook een mooi orgel. Nou, dat wist hij helemaal niet. Dus zij gingen naar de kerk en hij heeft de kerk ervaren. Niet zien, maar wel ervaren. En het orgel ervaren. Nou, wat dat voor gevolgen heeft gehad. Veel platen liggen nog steeds bij de mensen thuis die kunnen luisteren naar deze prachtige opname. En dat komt dus allemaal door de regen. Ik blijf even bij die relatie tussen blindheid en mooi spel en diepe concentratie. Voor hem leefde Louis Vierne, een hele andere cultuur. Die speelde natuurlijk op klavierkoolorgels. Maar Vierne was ook blind en die heeft ook die diepe concentratie opgebracht om bijvoorbeeld die kolossale 6 symfonieën te schrijven. Totaal andere cultuur, je zou het niet graag hierop horen, maar het doet echt wat met een mens als je daarnaar luistert. Zeker ook als je weet dat het ook heel veel met het leven van Vierne te maken heeft gehad. Vierne was eigenlijk een uitloper uit de 19e eeuw. En de 18e eeuw kennen we dan ook blinde organisten. Ik moet altijd even denken aan Bach. Bach werd natuurlijk op het eind van zijn leven blind. Maar tijdens zijn leven heeft hij alles goed kunnen zien. Maar ik denk nu even aan de componist John Stanley. Ik heb even een boek meegenomen met Stanley op de voorkant. Stanley was ook blind en schreef 30 voluntaries. U ziet hem hier, compleet met pruik, zoals dat ging in de 18e eeuw. En ook, als u goed kijkt, met die typische oogopslag van de blinde, die eigenlijk al bijna die soort concentratie vereist en laat zien. Stanley schreef prachtige voluntaries, 30 totaal. Je kan echt zeggen, het zijn er meer dan zijn collega's uit die tijd, maar ook van betere kwaliteit. Iedere keer word je weer getroffen door de prachtige melodieën. En dat hebben de tijdgenoten van Stanley in die tijd echt niet. Ik speel voor u de prachtige voluntary opus 5, nummer 2.
Oratorium Judita Triumphans van Vivaldi gaat over het verhaal van Judith. Haar stad Betulia is ingenomen door het Assyrische leger onder leiding van generaal Holofernes. En Judith en haar dienstmeid gaan proberen om hem te verdrijven. En daartoe gaat ze met hem dineren. Ze voert hem dronken en dan hakt ze zijn hoofd eraf. En de aria die wij nu ten gehore gaan brengen, daar is dat net gebeurd. Het hoofd is net afgehakt. Ik zing de rol van Abra, haar dienstmeid. Ik zeg, hier is een zak, stop het hoofd er maar in en samen ontsnappen we. En in de aria danken we God voor zijn hulp bij deze overwinning. Propitia celi fax, si dulce animis.
Voor de laatste twee stukken ben ik even verhuisd naar een ander orgeltje. Ik heb daar namelijk bij het Gapingenorgel niet voldoende toetsen. Hier wel voor de twee sonates van Domenico Scarlatti. 555 sonates schreef hij. Je moet er maar zin in hebben. 555. Hij schreef ze voor Maria Barbara, de dochter van de koning in Lissabon. Zij was zeer getalenteerd en Scarlatti kreeg de kans om haar allerlei trucs te leren die je op het klavier kon doen. Dat was natuurlijk het klaversymbool. Wat kan je dan allemaal doen? Je kan woeste modulaties maken. Je kan met gekruiste handen spelen. Wat kan je allemaal nog meer verzinnen? Snelle toonrepetities. Hij had allerlei dingen in zijn hoofd die hij allemaal heeft uitgeprobeerd met haar, met veel resultaat. Nu krijgt u twee orgelsonates te horen waar ik eigenlijk twee klavieren voor nodig heb. Ja, dan moet ik eigenlijk springen. Dat kan natuurlijk niet met één klavier. Maar ik heb een goede assistente die voor mij even de registers laat springen. De twee sonates van Scarlatti.